Kent je dat kutte gevoel als je pas naar een kapper bent geweest en je haren veel te kort en veel te lelijk vindt, waardoor je denkt van, ik wil me liever niet tonen aan de buitenwereld? Beeld u die situatie dan nu in als je een YouTuber bent en nu een vlog moet maken? Nee, ik ga me niet gedragen zoals een wijf en zaaien over mijn haar. Ik wil mijn lange haar terug. Levenstip van de dag: laat nooit uw kapsalon tot de dag erna liggen in uw kamer. Ik heb gisteravond kapsalon gegeten en nu stinkt mijn kamer naar een kebabzaak waar je liever geen eten wilt bestellen. Het is 8 uur 's morgens, ik ben nu al wakker en dat is serieus een fucking life goal voor mij. Maar dat komt omdat ik iets belangrijks heb te doen vandaag. Ik ga namelijk naar zo'n middenjury gedoe en dus ga ik mij eigenlijk mijn leven beter en mijn examens knallen. Maar het vriest buiten. Mijn ballen gaan zwaar bevriezen. Nu hopen dat mijn brommer natuurlijk werkt, anders ben ik volledig genaaid. En ik hoop eerlijk gezegd dat Ryan en Alex ondertussen ook al wakker zijn, want die moeten ook naar middenjury doen, want ja, die zijn ook gestopt met school ofzo. Maar ik heb zo'n voorgevoel dat die zich gaan overslapen. Godverdomme, ketting ligt eraf. Oké, eindelijk aangekomen in Brussel. Ik heb deze twee homo's gevonden. Zij hebben blijkbaar ook een diploma nodig. So let's go! Maar je beseft u dat we eigenlijk nooit gaan leren voor die examens, hè? Nooit! Zij twee gaan BSO doen, maar ik ben natuurlijk slimmer, dus ik ga ASO doen. Daarom ga je het niet halen. Ja, waarschijnlijk ga ik toch kiezen voor BSO. Ja, bui, ik ben echt depressief. Volgens mij ga je dat nooit halen. Ik voelde me er ook echt totaal niet thuis. Ik kom terug naar school. Funny, dubbel, ik ken funny YouTubers, ik ken jullie wel. Funny, wij zijn dubbel in de vlog, vlogception. Tief op, allemaal. We zijn onderweg naar Alex. 100 km per uur door schaamhaar van een vrouw. Wacht even. Woont je in een bank? Hey, ik heb al een bankverlaging. En niets meedoen. Hey, je woont niet in een bank, je woont in een bloemenwinkel. En dit, dames en heren, is Alex in kamer. What the fuck, Alex? Heb je vandaag opgeruimd, Alex? Ja, man. Ik snap eigenlijk niet wat we hier gaan doen, want zometeen moeten we terug naar Antwerpen, aangezien ik en Ryan en volgens mij gaat Alex ook mee. Wij gaan naar een loungeparty van Final Fantasy. DJ Afrojack is er ook, dus dat wordt een feest. Gratis eten en drank, dus... Wow, hoe is het? Maar ik heb statisch haar of zo. What the fuck is dat hier? Magnetisch. Ja, magnetisch. Of status, wat is status? Statisch is zo dat je haar zo. Staat. Het is niet omdat het staat dat het status is. Hè. Haha. Meen je die? Hoe muf kunt je zijn op een schaal van 1 tot Alex als je dit livestreamt? 60 mensen zijn nu aan het kijken hoe Alex debiel doet. What the fuck? Ryan is nu met een app aan het bellen. Boeit het? Ah, oké, okay, maar dat kan ook weer. Ik neem vanaf nu vaker de trap. Ja, ik heb er echt de normaal zin in. Alex vindt de weg niet. We gaan dus naar de loungeparty van Final Fantasy, alleen weten we niet eens of Alex mee mag of niet. Ja, Dennis is hier ook en ja, Ryan was meegekomen. Blijkbaar is Bert hier ook, zoals je kunt zien, heeft nu geen groen haar meer, dat is nu zwaar. Ja, Timo van Gameportaal meer is er ook en ja, Alex is toch binnen geraakt op een of andere manier. Dus hier zijn er ook mensen Final Fantasy aan het spelen, dat is een keivet nieuw spel. Maar ja, spijt dat jullie allemaal weten kunnen zien van dit evenement, want er is niet veel licht, maar ja, anders zou het heel vet zijn geweest, want echt nice. Ik weet niet dat jullie zo Final Fantasy 15 gaat ze bij. このイベントを迎えることができて、そしてアフロジャック、ニックスとともにこんなイベントできることが、することができて、本当に幸せです。ダイハツ、スズキ、ヤマハ、ティモシライが出演。Even de mensen gedaan op naar huis. 11 op 10, de schaalwaarder van Buffet. Muffer als Dennis. Fucking nice goodie bag gekregen, ik zal dadelijk meer over vertellen. Maar nu zijn we dus onderweg naar huis aan het gaan. Want ergens in de middle of fucking nowhere van Antwerpen staat Bert zijn auto die mij naar huis gaat brengen. Want ik heb geen geld meer voor een ticket. En ik was legit even vergeten dat we in Antwerpen waren. Ik dacht dat we nog in Brussel waren, I don't know. Fucking vage dag, maar wel productief. Zou ik al meteen voor een sollicitatiegesprek gaan of moet ik nog even wachten om te kijken of het met de jury toch gaat lukken? Yo, what the fuck is er met mijn haren, joh? Dat is echt gewoon next level pool zijn met een fucking fles vodka en ik ben een perfect plaatje van een stereotype pool. Het is de ochtend erop en ik zit momenteel op de wc. We zijn gisteren laat thuis gekomen en ik ben in de ochtend in slaap gevallen. Maar hey, ik ging jullie nog vertellen over de goodiebag die ik heb gekregen. Dat is namelijk zo'n zak van Final Fantasy 15. Met erin een film van Final Fantasy. Holy fucking shit, Aaron Paul doet erin mee. Even serieus, dat is mijn favoriete acteur. Natuurlijk ook de nieuwe Final Fantasy game die vandaag is uitgekomen. En dan nog het ding waar ik het meest hyped om was. En dat was namelijk eten dat ik erbij heb gekregen. Dat is namelijk popcorn. Ik was gisteren kei blij in de auto die dat op had gedaan. Want ik had fucking veel honger, mijn geld is op, dus ik heb niet eens eten. Maar toen ik het begon te eten, merkte ik dat deze popcorn geen fucking normale popcorn was,
maar popcorn met chili en lemon. What the fuck is er mis met die Japanners? Hey Rubal, ik heb het opgegeten, want ja, ik moet wel iets binnenkrijgen. En dat is misschien daarom de reden dat ik niet op de wc zit. I don't know. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop dat jullie het een beetje fijn vonden. Laat me weten of ik deze game moet uploaden of niet. En dan ga ik nu verder schieten. Ciao!